Bijna de helft van de inhalatiemedicatie die huisartsen voorschrijven betreft een dosis aerosol. De klimaatimpact van dosis aerosolen is ongunstiger dan die van poederinhalatoren. Bij gebruik van dosis aerosolen komen broeikasgassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. De directe uitstoot bij het gebruik van dosis aerosolen in Nederland in 2020... kwam overeen met ruim 85 kiloton CO2. Dat betekent dat dit ene geneesmiddel verantwoordelijk was voor ruim 0,5% van de klimaatvoetafdruk van de zorg. Bij poederinhalatoren komen er geen broeikasgassen vrij bij gebruik. Wel zijn er indirecte milieueffecten, ook van beide inhalatoren. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de CO2-uitstoot bij productie. Gebruik van grondstoffen, waterverontreiniging en afval. Maar hier is vaak niet alle informatie over bekend. Dus dat maakt het vergelijken van de inhalatoren veel lastiger. Zo is bijvoorbeeld de Discus is onderzoek naar gedaan in vergelijking met de dosis aerosolen. En voor de Discus waren meer grondstoffen nodig, maar bij de dosis aerosolen was dan niet de voorzetkamer meegenomen. Dus dat maakt de inhalatoren lastig te vergelijken. Wel is dus duidelijk dat die directe uitstoot dosis aerosolen milieubelastender zijn dan de poederinhalatoren waar geen broeikasgassen vrijkomen bij gebruik. Voor een deel van de gebruikers van dosis aerosolen is er een alternatief beschikbaar. Patiënten en zorgverleners staan ook open voor het meenemen van duurzaamheid bij het maken van een behandelkeuze. Wij hebben onderzoek gedaan naar de rol van duurzaamheid in de keuze voor type inhalator door patiënten en zorgverleners. We hebben een exploratief onderzoek gedaan waarbij we in totaal 8 patiënten en 6 zorgverleners, 6 eerste lijn zorgverleners hebben gesproken. Voor de patiënten stond effectiviteit van het middel voorop. Dus hoe het goed onder controle houden van hun astma of hun COPD. Daarna vonden zij gebruiksgemak en bijwerkingen belangrijk. Gevolgd door milieubelasting en tot slot de kosten. De zorgverleners, daarvoor stond de patiënt voorop. Er speelden ook andere factoren een rol. Zoals bijvoorbeeld het preferentiebeleid en regionale afspraken over welke inhalator te kiezen. En voor zowel de deelnemende patiënten als voor de zorgverleners, die hadden beide behoefte aan meer kennis over milieu en inhalatoren.